3D-animatie. In de bioscoop draai je vaak spectaculaire 3D-animatiefilms, die niet alleen populair zijn bij jonge kinderen, maar vaak ook bij volwassenen. Bekende voorbeelden zijn Toy Story, Kung Fu Panda en The Minions. Een 3D-animatiefilm kun je als uitgangspunt nemen voor je lessen. Het verhaal heeft soms een diepere betekenis of boodschap. En vaak zijn er verwijzingen naar bekende personen, verhalen, muziek en beelden. Voor deze groepsopdracht kies je een actuele 3D-animatiefilm die aansluit bij de belevingswereld van je leerlingen. Hierbij ontwikkel je een vakoverstijgend lespakket dat je kunt inzetten voor kunstzinnige oriëntatie.